is weer tijd voor de weekvlog. Deze week worden sterren gemeten. Verona wordt opgemeten. Je ziet een stukje springen. En nog heel veel meer. Maar kijken. Ster is vandaag een extra dagje vrij. Maar het is heel erg vervelend weer. Het regent steeds. Dus ik was ook niet echt in de paddock. Ik heb daar al wel in de paddock gehad. Maar ze staat nu voor het eerst in een stapmolen. Dat vindt ze toch wel een beetje heel raar. Zeker als ze mij ziet, dan deze vindt het ook een beetje raar. Dus daar komt ze weer. Dat vindt ze echt maf. Maar ze loopt netjes door. Brave pony, alles afruiken. Nou, helemaal netjes, valt mee. Nou, eigenlijk gaat het heel goed met Ster in de stapmolen. Ik had echt verwacht dat ze het heel gek zou vinden. Ik heb wel een paar keer met haar geoefend. Beetjes gegeven in de stapmolen. Maar ze doet het eigenlijk heel keurig. Vandaag is het rot weer, het regent. Ik weet niet of je dat met de telefoon kan zien, maar het is heel nat. Dus, Henja staat eventjes in de binnenbak. Ster en Verona staan even in de stapmolen. Eigenlijk was de binnenbak bezet, maar degene die erop stond, die is er nog niet. Dus ik dacht, nou, dan kan Henja toch nog even snel lekker even rollen en even haar ding doen. Oké. Okay. Nou, daar gaat Henja weer. Wat ben je druk, vrouw? Bonjour Kim. Hoi. Volgens mij Het is niet helemaal goed paard. Nee, precies. Maar leuk? Ja. Ja, goed zo. Nou hoor ik in de wandelgangen dat jij misschien ook al een YouTube kanaal gaat beginnen. Misschien. 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 En dat je zelfs al opgezocht hebt hoe je een video maakt met je camera. Ja. Nou, dames en heren, dan gaan we misschien nog wel meemaken. Vandaag is het vriendinnetje van Tessa bij ons aan het logeren. En die gaat even uitstappen op sterren. Ja. Vertel. Ik heb sterren losgegooid. Het is vakantie, hè? Ja. Het is wel lekker dat je het even zelf kon doen. Ja. Dat is lekker even rollen. Daar houdt Sterretje wel van. Oh, boem, daar gaat ze. Ah, lekker. Dat is wat Ster doet, hè? Rollen. En zitten. En zitten, ja, dat is waar. Zullen we even wachten? Kijk, ze gaat zitten vandaag. Tada! Ja. Echt een sterrenspoot. Ja, lekker zitten. Vandaag is de fotoshoot met Henja en Kim. Tot op heden gaat het niet heel makkelijk. Het is niet heel makkelijk, nee. Wat gaat er allemaal mis, Kim? Ze blijft lopen en ze duwt iedereen weg. Maar als ze helemaal stil staat, dan is het wel... Wel oké. Okay. Ja, dat is okay. Dus je hebt er niet zoveel zin in vandaag, hè, ja? Nee. Ja, een beetje jammer, want ik wil eigenlijk ook nog een paar foto's met t-shirts. Dat is lekker koud, maar die heb ik ook nog nodig. Het valt niet mee, hè, fotomodel zijn. Nee. Ze is meer van de video, denk ik. Ja. Doet ze heel goed? Kijk, daar is Erna. De fotoshoot op dit moment is wat wildhoeksig. Het is koud, ze moeten shirtjes aan, hardverwarmde shirtjes. En die moeten natuurlijk even op de foto, anders kunnen ze niet op de website. Maar ik kan je vertellen, het gaat niet heel makkelijk. Ja, smile. Even lachen, even normaal lachen alsjeblieft. Toppie. Misschien even jullie ruggen. Hey ja! Ja, ik ga vertellen, het is niet de makkelijkste jongens. Oh, ze zit met de. Maak er even helpen, zegt ze dan. Ik kom maar aan. We hebben nieuwe uitstapdekens. Tada! Oh, bij Ster is die ook al op. We gaan even Verona opmeten. Naast de voet.
En wat is het oordeel? 1,70 denk ik. 1,70 gewoon? Ja. Je bent gegroeid, vrouw? De sterren dan. Denk ik, hè, maar dat is niet, dat weet ik niet zeker. Nee, je hebt ongeveer 1,70. Nou, ze is op het paspoort 1,67. Dus het zal elkaar niet veel ontlopen, denk ik zomaar. Nee. Nou, oké. Okay. Je gaat een bord opmeten, ik ga rijden. Zo, we zijn nu bij Sterretje. Ster kijkt wat gezelliger. En ook die heeft haar uitstapdeken. Tadaa! Tess haalt kort er nog even af. Die kunnen het toch niet opdoen als we op pony of paard zitten. Pa gaat ook rijden. We gaan allemaal gezellig in de binnenbak. Zo, de twee muisjes in de bak op Stip en Ster. Eén met de regiokampioenschappen Zuid-Holland springerponies 2017. En de andere met onze nieuwe hartspoorpaarden uit Rijkdeken. Hoe cool is dat? Jullie lekker rijden, meiden? Kijk. Stip en Ster. Er is een musical van. Die heb ik opgezocht. Die ligt klaar op de bibliotheek, dus die moet ik nog even ophalen. Kijken of we die liedjes niet mogen gebruiken. Ja, het is een persoon de deken eraf gehaald, maar die is toch even voor afgestapt. En die stapt ze weer op. Maar ja, hoe ga je nu om het krukje heen? Ze rijdt om het krukje heen. Zo, klaar. De bak is veranderd in een speeltuin voor ponies. 1, 2. Pieuw. Nu komt de andere pony. Raad hoor. Gas geven, gas geven, gas geven. Hard eroverheen. Hup zo. Ja. Hier hebben we dan pilonnen. En daar is nog een soort gemodificeerd sprongetje. Komt ze weer hoor. Tante Truus met springen pony. Twee tante Truusen met twee springponies. Goed zo. Nou, dat gaat toch hartstikke goed. Zo, de ponyclub is weer klaar. Dus gaan ze weer aankleden zo. Ponyclub 1 zit daar met haar telefoon. Ponyclub 2 jas aan. Ponyclub 3 is ook klaar. Zo, nou dan kunnen ze lekker naar de ponytalletjes. Allemaal weer dekentjes om. Ja, nee, niet doen Roon. Wij zijn geen ponyclub, daarom ga ik eraf en de poep scheppen en zo. Het bord staat er al van Jumping. Jumping is altijd in het hemelvaartweekend, dus kom dan allemaal naar Manege Middel. Zo, van de ponyclub gaan we naar de puppyclub. Check dit dan, de kleintjes. Pet! Joehoe! Hallo! En een bolletje zijn jullie. Zo, het sterren wordt officieel gemeten, want tot en met 8 jaar of tot 8 jaar? Tot en met 8 jaar moeten ze gemeten worden. En dat is in de periode van 1 januari tot 31 maart. Oké. Okay. En daarna, als een pony aangekocht wordt en hij is niet gemeten, dan moet hij gemeten worden. Maar okay. In die periode dan geldt dat dus tot voor het jaar erop, tot 31 maart. Oké, okay. Nou dat is heel goed. En hoe hoog is sterren? Deze is 1,35,5. 1,35,5, dat is een half centimeter gegroeid. Ja, nou, helemaal top. Nou, gelukkig groei je nog beter. Op chip kijken, oké, okay, helemaal goed. Kijk of de goede pony is. Of de goede pony is. Ja, kijk maar. Dat is 1000000228 0104. Nou, dat zal hier staan. Dat is het transpondernummer. Nee, klopt dat? Dat klopt helemaal. De storm heeft de tussenlijnen van de paddock omver geblazen. Voor Henja en Henja en Verona is dat natuurlijk wel even lekker. Het is. Sterren die heeft gewond in het nat. Ja, Sterren is gewoon een klefnek, een blablabla pony. Gelukkig heb je daar goed.
Ja, dat is wel nodig strakjes. Ja. Ze is nu al heel vies. Dat is niet handig. Nee. Wacht even, even een model. Nee, is ze niet mooi, is ze niet mooi genoeg, Tess? Jawel. Nou, vertel maar, camera loopt. Nou, ik heb ze Emma vandaag helemaal zelf opgezadeld. En, ik ga dus dadelijk de springles in. Eerst even proefje oefenen. Ja. Heb je er zin in, Ster? Ja! Ik heb er zin in. Nou, ik hoop dat jullie de weekvlog leuk vonden. Als jullie nog willen meedoen aan de winactie, dit gaat over een paarden YouTube live event. Er zijn nog kaartjes te koop. Die kan je kopen. Of niet. Je kan ook meedoen aan onze winactie namelijk. Dan kun je gewoon een tekening opsturen naar dit adres. En dan kan je misschien zelf nog kaarten winnen. En dan kan je ons ontmoeten en nog vele andere YouTubers. Vergeet niet een duimpje achter te laten omhoog als je dit een leuke weekvlog vond. Vergeet niet te abonneren. En we zien jullie er gewoon weer volgende week. Doei doei!